grootste eierveiling van Europa in Roermond brak een hevige brand uit die binnen enige minuten de hele omgeving in dikke rookwolken hulde. Het vuur werd aangewakkerd door de felle oostenwind, zodat de brandweer niet kon verhinderen dat een der afdelingen met 12 sorteermachines in vlammen opging. Door de brand gingen 1 miljoen eieren voor consumptie verloren. De schade aan gebouwen, machines en eieren bedraagt naar schatting 1 miljoen gulden. De eiervoorziening van Nederland, dat 45 miljoen eitjes per jaar verorbert, loopt geen gevaar. Naast het verbrande gebouw staat namelijk al een nieuw complex dat binnenkort in bedrijf zal komen. De brand in de voormalige goederenloods van het vroegere Weesperpoortstation in Amsterdam. Ook hier kon de brandweer niet voorkomen dat het vuur de inventaris van het gebouw vernielde. Tussen het publiek stonden vele leden van het Scapino Ballet, die hun pas gemoderniseerde studio in de loods en 500 kostuums in de vlammen verloren zagen gaan. Ondanks de kou en de ijzige wind wierpen de brandweerlieden stromen water op het vuur, maar dat alles mocht niet baten. De goederenloods, een laatste herinnering aan het station Weesperpoort, werd een ijspaleis. De branden in Roermond en Amsterdam houden een duidelijke waarschuwing in tegen het grote gevaar van vuur in deze Siberische winter.